gambas die dat we gaan grillen in kruidenolie. Dus ik heb olijfolie, daar voeg ik rozemarijn aan toe. Daarbij komt look en chili. De look die gaan we eigenlijk gewoon kapot kneuzen. En dan nog een paar blaadjes laurier. En de olie laten we nu gedurende een half uurtje infuseren. Ik heb 5 minuten geleden de wok op de barbecue gezet, zodat hij mooi warm is. Nu ga ik die citroenen daarin karamelliseren. Van het moment dat de citroenen mooi gekarameliseerd zijn, dan gaan we de gambas op de citroenen leggen. En dit gaan we afwerken met de gearomatiseerde olie. Voilà, en op het einde flink wat peper en zout erbij. Het enige wat daar nu echt nog mist, is een lekker stuk zuurdesembrood om mee te soppen.